Wat doet Danny? Wat? Nee, dat is niet Danny Blind. Opnieuw, Danny Blind. Danny Blind. Ik zeg wel Blind. Weet je waarom het zo fantastisch is dat het EK nu hier in Nederland is voor het eerst voor vrouwen? Is dat het betekent dat er steeds meer meiden zullen gaan voetballen. Het voetbal is ongekend populair bij jonge meiden en bij vrouwen, bij oudere vrouwen. Door dat EK in Nederland, de eerste wedstrijden zijn al uitverkocht, zal dat enthousiasme alleen maar groter worden. Meer talent houdt dat in. En dus worden we alsmaar beter. En dan gaan we uiteindelijk dus de Duitsers verslaan. En misschien komt er dan ook wel een vrouwelijke voetbalcommentator. Ik zou het wel leuk vinden als er een vrouwelijke voetbalcommentator komt, ja. Ze hebben er nu in Duitsland één. Daar heb ik ook een keer een gesprek mee gehad op de radio. En het was gewoon fantastisch. Een hele goede analist. Een hele goede commentator. En die hebben wij in Nederland nog niet. Dus kom op, dames. Zou ik het zelf kunnen doen? Zullen we het proberen? Nederland heeft een doelpunt nodig. Dat is duidelijk. We staan met 1-0 achter mensen. Kom op, er moet wat gebeuren nu. De bal gaat van achteruit, wordt gespeeld naar de linkerkant, naar Blind. Blind kijkt en speelt hem nu lang naar Van Persie. Van Persie die neemt hem niet eens aan, die kopt hem. En hij zit. Hij kopt hem gewoon over de keeper heen. Casillas is helemaal kansloos. Helemaal kansloos. Wat een goal van Persie, wat doe je nou? En Blind ook, die slaat gewoon het hele middenveld over. Ja, waarom niet? We hebben haast. Er moet gescoord worden. Nu jullie. Kom op, meld je aan.